Hallo, Refli hier. Superleuk dat je weer naar een nieuwe video van mij kijkt. En dit keer maken we deze Hobonichi. Rapapa. Deze pagina is het dit keer. En ik dacht, hoe leuk is het om eens een keer een podcast van mij onder de video te hangen. Ik ben heel benieuwd hoe jullie dat vinden. Misschien helemaal niks. Mag je gewoon zeggen. Of niet. Kijk maar even wat je doet. In ieder geval, ik ga de video starten. Eerst even gezellig Loki in beeld. En dan gaan we beginnen. Dag, tot volgende week. En terwijl ik lekker de video zo ga opnemen. Hey, hallo. Ligt Loki op het Loki hier zo lekker een beetje half te zonnen. Half te slapen. Lekker te relaxen. Hey? Lekker hoor. En Jack ligt boven. Dit zijn mijn twee Hobonichi's 2020. Nee, ik zeg het verkeerd. Dit is die van 2020 en dit is die van 2021. Kijk dan. Helemaal vol gejournald. Nog steeds als ik hier doorheen blader, denk ik geweldig. Dit heb ik gewoon allemaal gemaakt. Dit is deze voorkant. En hier heb ik een borduurdingetje op de achterkant en stof. En dit is een van mijn meisjes. Uiteraard heb ik gewoon uitgeprint. En op de achterkant ook ergens volgens mij van een papierblok of zo. En dit dingetje opgeplakt. En zoals je ziet heb ik 2021 niet helemaal af kunnen maken. Maar hey, who cares? Bijna alles is gevuld. Dus nu wil ik een leuke video maken. Met een nieuwe Hobonichi pagina. Dit is 2020. En je ziet het. Dit is maart. Tata. Februari. Januari. Daar is bijna niks gedaan. En pas hier ben ik het echt weer een beetje goed gaan oppakken. Dus ja, dat gebeurt mij ook gewoon. Ik heb ook gewoon dagen, maanden dus zelfs. Even niks in mijn Hobonichi gedaan. En dat is helemaal oké. En nu begin ik gewoon weer. Dus ik ben wel bij nu, bij dit moment. Dus ik ga een pagina maken van maart. Waarvan ik dacht, oh ja, ik weet nog vanuit mijn agenda wat er toen was. Dus ik ga gewoon even terugwerken. Ik ben bij, dus dan ga ik ook nog even terugwerken om daar nog een leuke pagina van te maken. En dat gaan jullie nu zien. En waarschijnlijk hang ik er voor het eerst, of voor het tweetst, dat weet ik nog even niet, een podcast van mij onder. Mijn podcast wordt goed geluisterd. En dat vind ik natuurlijk helemaal een enorme grote eer. Maar hoe fijn is het om ergens naar te kijken en naar mijn podcast te luisteren. Hopelijk vinden jullie dat ook leuk. Laat het vooral weten in de comments. Hieronder, hieronder, hieronder. En doe dan gelijk even hier ergens die like-button en abonneren waar je dat zou kunnen doen. Daar denk ik. Want daar help je mij enorm mee. Nou, dat was even de mini-intro. Ik ga lekker aan de slag. Toedeledokie. Oh nee, veel plezier moet ik natuurlijk zeggen. Hallo, ik ben Refli en welkom bij de Loslaat Club. Oftewel mijn podcast waarin ik je inspireer om je perfectionisme wat meer los te laten en te gaan genieten van een vrijer leven met minder stress. We leggen de lat eens lekker laag en ontdekken dat het leven super leuk en chill is zonder je te laten beperken door je perfectionisme. Ook deel ik tips voor een creatiever leven en hoe je dat doet op jouw voorwaarden. Dus hoe ben je je perfectionisme meer de baas? Hoe leg je die lat nou een stuk lager? En hoe creëer je nou dat relaxte, chillere en creatieve leven? Ben je er klaar voor? Huppatee, daar gaan we! Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of misschien zelfs wel goedenacht, lieve schat. Wat fijn dat je weer luistert naar een podcast van Refli en de Loslaat Club. En jeetje mina, wat ben ik blij dat ik weer een stem heb. Vorige week kon ik helaas geen podcast opnemen, omdat ik zo extreem schor was. Er kwam gewoon serieus amper geluid uit, tot een paar piepgeluidjes alleen maar. Tot grote vreugde van man en kids natuurlijk. En daarbij hoestte ik dagelijks een long op, zeg maar.
Dus het ging gewoon echt niet. Fysiek ging het gewoon niet. En bij overmacht denk ik dan dus wel, hey, jammer dan. Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het was fysiek dus simpelweg gewoon niet mogelijk. Dus loslaten die handel. Maar goed, dat was het begin van die week. Maar daarna sloeg die schorheid om in een hele heftige keelontsteking. En die zag ik even niet aankomen. Want normaal voel je het een beetje opkomen, dat je keelpijn krijgt. Maar ik had nu al constant keelpijn van het hoesten. Gewoon rauwe keel, zeg maar. En opeens werd het heel heftig, pijn bij slikken. En man, oh man, ik heb zo'n pijn gehad. En vooral 's nachts. Maar goed, bij de apotheek heb ik een of ander poedertje gekregen. Want de huisarts ziet je ook liever niet meer komen. Dus ik had gebeld en ik kon een of ander poedertje ophalen. En dat hielp enorm. Ik weet even niet meer hoe het heet. Hele ingewikkelde naam. Ik zou zeggen, het lijkt wel schoonmaakmiddel. Maar het was dus echt pijnstillend en ontstekingsremmend. Dus halleluja. Sinds zondag zo'n beetje. Dus ik heb 4 dagen die shit gedronken. Je moest gorgelen en drinken ermee. Voel ik me echt weer een heel stuk beter. En het is nu dinsdag en ik denk, yes, ik kan gewoon weer een podcast opnemen. Dus hallootjes, daar ben ik weer. En vandaag wil ik het met je hebben over, heb jij ook een inner critic tijdens het creëren? Zo eentje die zich overal als een irritante schoonmoeder tegenaan bemoeit. En hoe stop je nou zoiets? We weten allemaal hoe freaking irritant dat is. Ik denk echt dat veel van ons dit inner kritische stemmetje heeft, hè? En die is soms zo naar. En ze wil je natuurlijk beschermen. Ik zeg ze, want ik denk dat het bij mij een ze is. Maar eigenlijk is ze vooral aan het oordelen. Net zoals die vervelende schoonmoeder. Misschien heb jij wel een hele lieve, ik ook hoor trouwens. Maar beeld gewoon even een beetje een hekserige in. Dat stemmetje wat dan zegt, dat wat jij maakt, dat is toch echt niet zo mooi. Maar hoe meer je haar wilt laten ophouden te bestaan, hoe meer ze begint te schreeuwen. Hè? Ze wil gewoon gehoord worden. Ze heeft nogal een sterke mening en ze denkt oprecht het beste met je voor te hebben. Jou te helpen, zodat je niet de verkeerde beslissing neemt. Gewoon veilig bij het oude vertrouwde, ja toch? Maar weet je wat het is? In je art journal, of in je bullet journal, of in je scrapbook, of in je schetsboek, of whatever jij aan het doen bent, heb je dat allemaal niet nodig. Je mag gewoon alles maken. Maak gewoon. Niemand is hier een politie of een rechter. Niemand bepaalt. Het gaat om het proces in je art journal. En het is helemaal mooi meegenomen als je ook nog eens blij bent met het resultaat. En de grap is wel, het gaat hier niet alleen om het kritische stemmetje als je aan het creëren bent, hè. Niet alleen als je wat in je art journal of in je bullet journal maakt, als je scrapbookpagina maakt, als je hobonichi vult. Het kritische stemmetje kan voor sommigen echt dagelijks dominant aanwezig zijn en op die manier negatief je leven beïnvloeden. Ik zeg zelf ook, ik heb daar enorm last van gehad. Een gek voorbeeld. Toen wij dit huis kochten, waren we natuurlijk enorm aan het verbouwen. En we hebben achterburen, ja, ik noem ze overburen, maar ze zitten eigenlijk aan de achterkant, maar dat is bij ons de voordeur. Dat is een heel oud stel, middels de vrouw is overleden, maar toen leefde ze nog. En dat zijn de echte azijnpissers, de zuurpruimen, die mensen. Die al, als ze je alleen al aankijken, dat je denkt, wat zullen deze mensen denken? En dan was ik bijvoorbeeld in die voortuin bezig en ik kan me nog herinneren, ik was de garagedeur aan het schuren. Nu was dat compleet nutteloos werk, want die hele garagedeur is uiteindelijk eruit gegaan. Dat hele grote ding heb ik dus met de hand staan schuren. Ik voelde de ogen in mijn rug prikken. Gewoon echt serieus. En in mijn hoofd gingen er allemaal opmerkingen als, kijk haar nou, dat doet ze helemaal verkeerd. Ze vergeet een hoekje. Waarom doet ze dat met de hand? Waarom niet met dit? Waarom niet met dat? En de grap is, en dan keek ik achterom, want ik voelde gewoon dat ze naar me zat te kijken. En dan ging net dat gordijntje weer dicht. Dacht ik, ze stonden er dus ook gewoon. Dus mijn gevoel van, ik word beoordeeld. Dat klopte ook gewoon echt. En hoe kwam dat dat ik dat dacht bij die mensen? Die vrouw, die zei ook dat soort dingen. Die kwam ik bijvoorbeeld wel eens in het dorp tegen. Ik weet nog 1 keer stond ik in Hema en hoorde ik achter me, Revely. En dacht ik al, oh god, dat is die oude kraak. Ja,
wanneer gaan jullie onkruid wieden? Dacht ik echt, jemig, we wonen er net, we zijn fucking dat hele huis aan het verbouwen. Het onkruid zal me even een worst wezen. Maar goed, dat zeg je niet tegen deze oude mevrouw. Dus toen zei ik, nou ja, als we tijd hebben, maar als je je verveelt, hè, ga je gang. En dan keken ze me zo aan en dan zei ze, ja, we hebben er nogal last van. Toen dacht ik, oh ja, je hebt natuurlijk last van het onkruid wat in mijn tuin staat. Ik snap het helemaal. En dan zei ik, joe, nou, hè, we kijken wel even. En dan probeer ik me snel uit de voeten te maken. Gewoon dat soort mensen, daarvan denk ik echt, hoeveel azijn drinken zij per week? Weet je, waar komt al die narigheid, die zuurigheid vandaan? Maar goed, anyway, dat dus over het kritische stemmetje. En ik heb op de een of andere manier, sinds ik deze mevrouw ken, ze is inmiddels overleden, heb ik wel haar stem in mijn hoofd. Als er iets kritisch stemgeluid moet komen of zo, dan hoor ik haar. Dus dat is toch ook wel weer heel bijzonder. Maar jij hebt dat misschien ook wel, dat mensen je bekritiseren. Sommigen hebben moeders die zich overal tegenaan bemoeien, die overal wat van zeggen, waardoor als jij iets zelf doet, je die stem ook hoort. Dus misschien is dat voor jou ook wel zo. Of een bazin van vroeger, of een baas, kan het ook een man zijn. Of een zus die heel dominant aanwezig is. Of een vriendin zelfs, kan ook gewoon. Maar goed, dat even terzijde. Dus wat ik wel eens kan horen als ik iets ga maken. Blech, lelijk. Denk niet dat iemand dat mooi vindt. En jij noemt jezelf creatief. Ga anders even de was opvouwen. Dat doe je nog wat nuttigs vandaag. Dat soort dingen hoor ik. En eerlijk, dat is niet echt lief, hè? Die inner critic Nelly noemde ik er altijd. Zo heet ze eigenlijk ook. Ik zit te bedenken, hoe heette die overbuurvrouw eigenlijk? Oh, wat erg. Ik ben even de naam kwijt. Nee, ik weet het echt even. Oh ja, Agaat heette ze. Agaat. Sorry, nou mag geen grapjes over maken natuurlijk. Maar goed, ik noemde mijn inner critic daarvoor altijd Nelly. En ik blijf het trouwens ook gewoon Nelly noemen. Ik hoef niet in één keer weer die buurvrouw op de stoep. Dat zou nu trouwens helemaal raar zijn. En eigenlijk wil die Nelly gewoon voorkomen dat ik fouten maak. En nu zeg ik fouten tussen aanhalingstekentjes, maar dat zie je natuurlijk niet. Want ik ben er namelijk echt al van overtuigd dat fouten maken niet bestaat in je art journal. Je vindt het mooi of je leert ervan. Fout is het nooit in je art journal. Dus ook al zou ik het in de ogen van mijn negatieve Nelly fout doen, dan nog zie ik het zelf niet zo. Maar ja, die stem wel, hè? Die blijft maar doorgaan. En jarenlang heb ik geprobeerd om haar de mond te snoeren. Dat ze eventjes de waffel moest houden. Het is toch echt die irritante tante achter in de auto die constant aanwijzingen geeft hoe je wel of juist niet zou moeten rijden. Let hierop, kijk uit daar, waarom schakel je niet, wat rem je laat. Weet je, die ene die altijd een beetje zit te stressen en mee zit te sturen, terwijl ze zelf niet achter het stuur zit. Ken je zo iemand, heb je die wel eens in je auto gehad? Fucking irritant. En als je zegt dat ze de waffel moet houden, gaat ze alleen maar harder lopen miepen. Maar stel nou dat je zegt, hey, ik hoor je, dank je voor je feedback. Ik neem nu een andere beslissing en ik voel me daar heel fijn bij. I got this, zeg maar. De negatieve Nelly zal zich dus gehoord voelen. Ze voelt niet meer de behoefte om je te overtuigen van haar mening. Ze heeft het gewoon nodig om gehoord te worden, zoals wij allemaal. En daarna ga je natuurlijk gewoon doen wat je altijd al ging doen. En het omgaan met negatieve gedachten en inner kritische stemmetjes is natuurlijk niet zomaar opeens opgelost. Hè? Het gaat ook niet zomaar helemaal weg. Het heeft natuurlijk ook een doel. Om je te beschermen. Maar soms, wat ik hiervoor ook al zei, is het overdreven en is de bescherming, tussen aanhalingstekentjes, helemaal niet nodig. Stel nou, je hebt heel veel moeite met het starten met creëren. Het maken van die eerste art journal pagina, of tekening, of scrapbook pagina, of bullet journal pagina. Hè? Noem maar op. Die lege pagina, die staat je maar een beetje aan te staren. En erger nog, daar komt negatieve Nelly ook nog gezellig even haar mening verkondigen. Ik weet hoe je je voelt. En dat is ronduit kloten, want je wil zo graag wat maken, maar hoe ga je dat doen? Nu die druk door die negatieve Nelly nog verder verhoogd is. Je vond het al moeilijk om te starten, want lege pagina. Maar negatieve Nelly maakt het er zeker niet makkelijker op.
En misschien heb je ook wel last van het feit dat je misschien helemaal geen recht hebt om nu gewoon zomaar op de dag even tijd voor jezelf te nemen en te gaan zitten creëren. Misschien wacht er wel een berg was die opgevouwen moet worden. Of een stapel strijk. Mij onbekend overigens, want ik strijk praktisch niks, maar er zijn mensen die dat hebben. Of misschien moet eerst die badkamer wel schoon, boodschappen gehaald, klusjes gedaan. Ook dan zal die negatieve Nelly lekker tekeer gaan tegen je. Wie denk jij wel niet dat je bent? Dat je gewoon tijd voor jezelf neemt, terwijl er zoveel superbelangrijke taken op je liggen te wachten. Schande, toch? Of niet? Ik vind zelf dat het heel belangrijk is hoe je tegen jezelf praat. Sta je toe dat iemand zo tegen je staat te tetteren, dan heb je een probleem met grenzen aangeven. Van een vriendin zou je dat ook niet toestaan als ze zo tegen je zou praten, toch? Precies. Dan hoef je het van jezelf ook niet te pikken. Dus we slaan dan gelijk twee vliegen in één klap, ben ik fan van. En die negatieve Nelly gaat weer rustig in haar hoekje, haar boekje, Hoe ben ik irritant, zitten lezen. En jij kan weer heerlijk verder gaan met dat wat je wilde doen. Dus ik stel me altijd vragen als ik merk dat mijn gedachten dus met me aan de haal gaan. Of als dus negatieve Nelly me een loer wil komen draaien. Bijvoorbeeld bij iets spannends. Zoals het vullen van die lege pagina. Nou doe ik daar natuurlijk al een beetje grappend over, maar ik snap echt dat het spannend kan zijn. Hè? Dan stel ik mezelf de vraag, wat is het ergste wat me nu zou kunnen gebeuren? En de vervolgvraag is dan altijd, en hoe zou ik daarmee dealen? Nou ja, je weet zelf wel, het ergste wat er kan gebeuren als je die lege pagina gaat vullen is, het wordt lelijk. Het blijft lelijk en hoe meer je eraan werkt, in paniek, want lelijk, hoe lelijker het nog wordt ook, hè? Jemig, wat heb je gedaan? Maar goed, daar kwam negatieve Nelly gelijk om de hoek kijken, hè? En dan denk ik dus, oh ja, wat is het ergste wat me nu hiermee kan overkomen? Nou, ik kan er niet aan doodgaan. En ik kan er ook niet ziek van worden. Ik beschadig niemand hiermee. En eigenlijk is er helemaal niks ergs. Maar het ergste, als ik dan toch wat zou moeten verzinnen, zou zijn, het wordt lelijk. Dan is de vervolgvraag, en hoe zou ik daarmee dealen? Nou, daar heb ik legio mogelijkheden voor. Je scheurt de pagina eruit. Zou ik overigens nooit doen, want dan zie je je proces ook niet. Je schildert er zwart of wit overheen waar je dan over kunt gaan doodelen. Is ook een prima optie, maar nogmaals, hè, dan zie je je proces niet. Je plakt de pagina's aan elkaar als je echt wil dat het weg is. Of, heel rebels, je slaat deze bladzijde om en je laat het wat het is. Ja, je hoort me goed. Je slaat de bladzijde om en laat het wat het is. Je laat het zo. Het is goed zo. Je hebt er vrede mee. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit, hè? De ene keer is het prachtig en de andere keer denk je, huh, wat is dit nou? En dan leer je daarvan en je slaat de bladzijde om en denkt, hey, morgen weer een nieuwe dag. Of, hey, ik ga lekker weer een nieuwe pagina maken. En als je op datum werkt, zoals ik bijvoorbeeld in mijn Hobonichi of jij misschien in een bullet journal, dan kan je natuurlijk niet meer die datum overdoen. Nou ja, ofwel, dan plak je er gewoon een lege bladzijde overheen en klaar is Casey. Maar als je dus op datum werkt, dan moet je gewoon accepteren. Oké, deze vind ik niet zo leuk, prima, en je gaat weer door. Waarom zou je dit je leven laten beïnvloeden? Dus uiteindelijk is je antwoord, alles is overkomelijk en al helemaal als we het hebben over je art journal, bullet journal, Hobonichi, scrapbook, schetsboek, whatever jij in zit te werken. De ene pagina is nu eenmaal leuker en mooier dan de andere. Boeien. Het is geen wedstrijd. Je maakt mooi en je maakt zooi, zoals Sabine Wisman altijd zegt. Maar die inner critic stoppen, dat lukt denk ik niet. Hoe meer je dat probeert, hoe harder ze gaat gillen. Bij mij dan, hè? Maar je kunt wel proberen haar rustig te krijgen en rustig te houden. Dat lukt mij dus wel. Als ik aan het creëren ben, komt ze nog maar zelden langs. Blijkbaar weet ze, oh ja, she got this. Dit komt goed, dit gaat lekker, ze heeft me niet nodig. Of zoiets dergelijks, denk ik, dat ze denkt.
Tenzij ik dus iets spannends en nieuws aan het doen ben, zoals een garagedeur schuren. Dan komt ze wel even kritisch koekeloeren en me vertellen wat ik fout doe of wat ik anders zou kunnen doen. Nou ja, je begrijpt wat ik bedoel. En zeker als ik het, zoals je natuurlijk al lang weet, online ga gooien. Dan komt er wel een soort extra level bescherming bij. Zou je dit nu wel doen? Denk niet dat deze video aanslaat. Denk dat dit een beetje kinderachtig is. Nou ja, hè, noem maar op. En je kan het natuurlijk ook gewoon allemaal alleen maar voor jezelf maken. Dat zegt ze dan. En al die kritische stemmen en vragen, die beantwoord ik dan liefdevol met ja joh. Dat zeg ik dan hè, in mijn hoofd. Vinden mensen leuk als ik dit deel? En hobby? Nee joh, ik kan mijn creativiteit delen en ik weet dat ik daar veel mensen een plezier mee doe. Serieus, ik heb af en toe complete gesprekken in mijn hoofd. Ik denk, nee, waar is Loki nou? Hij lag net nog daar. Was het te warm in de zon, jongen? Gaat gewoon random op de grond liggen. Serieus, ik heb af en toe complete gesprekken in mijn hoofd tussen mij en Nelly. Of anderen die zich daar weer tegenaan willen bemoeien. En sterker nog, ik geloof zelfs dat ik, doordat ik mijn creativiteit deel, mensen daar oprecht mee help die het op dat moment nodig hebben. Dat voel ik. En ik weet het ook door de fijne reacties die je krijgt. Dus Nel, lief van je, maar I got this. En I got this is ook een achtergrondscherm voor mijn telefoon. Handgeschreven met waterverf. Ik zal hem trouwens nog eens opduikelen. En dan zal ik hem met je delen. Want dat was toch echt wel een hele leuke achtergrond. I got this. En dat wordt dan gewoon je favoriete nieuwe uitspraak. Let maar op. I got this. Het klinkt ook gewoon heel fijn. En weet je, bij mij werkt het gewoon enorm bevrijdend als je je inner critic wat meer de baas bent. Als je zelf bepaalt of het kritische stemmetje waarheid verkondigt of dat je bewust denkt, hey, daar is Nelly weer hoor, maar ze zit er dit keer falikant naast. Dus dat je merkt dat je gedachtes die kant op gaan, is al een enorme winst. Gun jezelf tijd hieraan te wennen. Je kunt je gedachtes daarin dus enigszins sturen door op tijd tegen Nelly te zeggen, I got this, don't worry. Dit gaat goed komen, Nelly. Dank voor je advies en je begrip en je bescherming. Maar ik ben een grote meid, hè? Remember. Dus, hoe fijn zou het voelen als je gewoon die stift pakt, die pen, die kwast in de verf doopt en gewoon gaat beginnen. Je creativiteit de vrije hand geeft. Lekker starten met mooie dingen maken. En als je een opstapje nodig hebt, kijk dan gewoon mijn YouTube-video's. Helemaal gratis en voor niks. En heb je genoeg inspiratie om een nieuw art journal te vullen, denk ik. En weet je, en als het dan niet mooi is, dan deel je het niet als je dat niet wilt. Dat is ook dikke prima, hè? Dan zeg je, kijk, nou, Nelly, het is inderdaad echt lelijk geworden. Je had gelijk. Ik sla de bladzijde om en ga lekker opnieuw beginnen. Joejoe. Uiteindelijk loopt er geen bloed uit, hè? Er kan je serieus niks ernstigs overkomen als je art journal pagina, of wat je dan ook aan het maken bent, niet wordt zoals je had gedacht. Je gaat niet dood. Niemand gaat eraan dood. Je bent geen hersenchirurg, dus fouten maken mag gewoon. En als je alles qua creativiteit nou als een spel zou zien, als leren spelen, als een grote speeltuin, en je mag alle glijbanen uitproberen, en je mag op alle schommels zitten. Je mag langzaam of hard gaan op die glijbanen en op die schommels. Jij bepaalt. Als je dus je creativiteit op die manier gaat zien, dan is het een spel. En dan wordt het leuk. Dan ga je plezier beleven aan experimenteren. Dan ga je proberen en dan ben je nieuwsgierig naar de uitkomst. In plaats van bang voor de uitkomst of oordelend over de uitkomst. Ik moet even een Loki uit de gordijn halen. Een momentje. Zo, Loki is even naar buiten, want die hing in de gordijnen. maar even terug naar waar ik was. Dus als je het ziet als test, als proef, als experiment, dan mag het in jouw ogen ook fout of goed gaan, toch? Dan ben je gewoon positief nieuwsgierig naar wat er gaat gebeuren.
dan onthecht je je als het ware van het oordeel wat erop komt. Hé, als ik dit doe met waterverf, dan gebeurt er dat. Nou, dan weet ik dat ook weer. Hé, als ik die kleuren met elkaar meng, dan krijg ik modder. Mooi, weer wat geleerd. Als ik ga schrijven op acrylverf die niet opgedroogd is, dan ruïneer ik mijn pen. Nou, dan weet je dat ook weer. Beetje zonde van je pen trouwens, dus dan weet je dat nu alvast. Zorg dat de ondergrond altijd droog is. En misschien helpt het je wel enorm om alles meer als spel te zien. Als plezier, als experiment. Als heerlijk creatief bezig zijn en minder te focussen op dat eindresultaat. Het is geen wedstrijd. Je wilt vooral creatief bezig zijn, ontspannen en je fijn voelen. En als het een stressgevoel oplevert, dan gaat er ergens iets niet goed. Bewezen is dat als je creatief bezig bent met je handen, dus haken, breien, kleien, knippen, plakken, kleuren, scrapboeken, art, journaling, mixed media, whatever, dat dat enorm ontspannend kan werken, zelfs meditatief. Dus waarom zou je dat fijne gevoel van het willen creëren opgeven voor een eventueel eindresultaat? Waarom zouden we dat doen? En die inner critic, mijn eigen negatieve Nelly, die kan dan daar dus roet in het eten gaan gooien, door daar mijn spel te willen verpesten. Maar goed, dat laat ik dus niet meer gebeuren en ik ben het echt op tijd voor. En wat ik al zei, bij mij gebeurt het met het creëren eigenlijk bijna niet meer. Nou, trouwens wel, als ik een cursus wil opnemen, dan krijg ik wel allerlei stemmetjes van, nou, dit is niet goed genoeg, je legt niet de goed genoeg technieken uit, je hebt geen opleiding gevolgd, die komt altijd wel voorbij. Maar dan probeer ik ook te denken aan alle fantastische reviews die ik krijg op mijn cursussen, hoe ik mensen help van hun perfectionisme af te komen, hoe ze meer kunnen loslaten. En dan denk ik, ja, ik heb geen opleiding gedaan, lekker boeien. Mensen hebben gewoon heel veel aan mijn manier van lesgeven, van uitleggen, mijn manier van creativiteit. En daardoor kan ik haar toch altijd wel weer geruststellen van, nee hoor, ze vinden dit echt leuk. Geloof maar, ze vinden me leuk. Als het dus bezig is, weet ik dus nu manieren om haar te stoppen en mezelf vrij te maken van deze gevoelens. En ik hoop dat het voor jou ook zo is. Misschien is dat al zo hoor, maar misschien is het nog iets waar je een beetje naartoe werkt. Dus nou, lieve schat, ik hoop dat je wat aan deze podcastaflevering had. Ik ben heel benieuwd of dit herkenbaar voor je is, of juist helemaal niet. Misschien heb jij wel een hele gezellige negatieve Nelly. Een positieve Nelly, ja, kan natuurlijk ook. Maar ik denk stiekem dat we allemaal die inner critic hebben, die ons soms tot waanzin drijft. En dan gaat het niet alleen op het creatieve vlak, maar misschien heb je dus ook in je gewone privéleven, zeg maar, er ook wel last van. Misschien moet jij eerst ook je huis aan kant maken, opruimen bedoel ik, schoonmaken, voordat je een boekje kan lezen. Omdat je anders constant die stem hoort van, je hebt nog een was op te vouwen. Weet je, misschien heb je daar ook wel heel erg last van. En misschien werkt deze manier voor jou ook wel. Dat je het een beetje meer los kan laten. Dat je een beetje meer kan genieten van je leven. En niet zo bezig bent met hoe het allemaal hoort. En ik roep wel dat meningen niet belangrijk zijn, maar ik ben wel nieuwsgierig naar hoe jij dingen aanpakt. Dus als je daar wat over kwijt wil, mail gerust. Vind ik echt superleuk, jullie mailtjes. Elke week na een podcast krijg ik weer mailtjes binnen met leuke verhalen. Ik lees het allemaal zelf. Is gewoon vertrouwelijk. Ik heb geen team. Ja, op Artifacts heb ik 8 mensen in dienst, maar die hebben helemaal niks met Refly.nl te maken. Dus op Refly@Refly.nl kan je me mailen. En ik vind het ook super fijn als je me laat weten hoe je deze podcastaflevering vond. Wat haal je eruit? Leer je er iets van? Maak een screenshot. Deel het dan gerust op je social. Tag mij erin, gewoon @Refly. Dan kom ik zeker even gezellig kijken bij je. En als het me lukt, dan deel ik het ook altijd nog weer. Vind het sowieso superleuk om te zien wat jij aan het doen bent, nu op dit moment, terwijl je mijn podcast luistert. Dus hop, klik, screenshot en deel hem. En dan ga ik daar even naar kijken. Vind ik leuk. En heb je nou een onderwerp waarvan jij denkt, ik vraag me af hoe Ref het doet, DM me gerust even op Insta of stuur een mail naar refly@refly.nl. Dan kan ik kijken of ik over dat onderwerp ook eens een podcast kan maken. Nou goed, ik ging hem dus afsluiten. Ik wens je nog een hele fijne week en alvast een heel goed weekend. Want man, oh man, deze week, er komt echt prachtig mooi weer aan. En gisteren op het nieuws zag ik
dat er binnenkort 30 graden aankomt. Dat vind ik dan weer niet zo grappig, mensen. Dan zit ik hier weer weg te zweten. Maar goed, hè? Ik zit nu wel met deze temperaturen zo rond de 20 graden maximaal in mijn tuintje te genieten en te lezen. En de was komt later wel. Hè? Niet tegen die pubers zeggen, want die klagen daar een beetje over. Maar dat geeft niet. Dat komt wel goed. En vergeet niet, pak je rust. Geniet nu van alles wat er wel is. Ga zeker naar buiten, naar buiten, naar buiten. Al sta je maar 10 minuten op je balkonnetje. Adem die buitenlucht even in. Geniet met volle teugen van jouw creativiteit. Op welke manier dan ook. Alles is goed. Keep dreaming en vooral doing. Maar wel een beetje chill graag. Tot de volgende keer. Toedeledokie. Dankjewel lieve schat voor het luisteren naar mijn podcast. Heb je behoefte aan meer positieve en creatieve inspiratie? Ga dan naar mijn website thecreativeplayground.nl. Schrijf je bijvoorbeeld in voor een gratis proefles waterverf in je art journal. En zie en vooral voel wat perfectionisme loslaten met en voor jou doet. Vond je deze aflevering waardevol en wil je mij helpen? Maak dan een selfie of een screenshot en deel dit op je socials. Tag mij vooral, want ik vind het natuurlijk superleuk om te zien wie er luistert. En vind je dat meer mensen deze podcast moeten luisteren om ook wat chiller in het leven te staan? Zorg dan dat ik gevonden word. Dat doe je door je op mijn podcast te abonneren en een dikke vette review voor me achter te laten. Super lief van je en tot snel!